Twee dagen geleden ben ik gaan slapen om 4:30 na Pukkelpop. En nu is het maandagochtend en ik ben opgestaan om 4:30. En ik ga dat deze week en volgende week ook doen, elke dag. Dus dat gaat even wennen zijn. Hier zei ik hallo tegen Sarah. En Sarah zei hallo terug. En toen toonde ze mij haar vinger, want ze had een ingegroeide nagel. Dat vond ik iets minder. Het voordeel is wel geen file, want ik vertrek voor de spits en ik ga na de spits terug naar huis. Ja, meestal valt dat wel mee na 9 uur. Alhoewel al die toeristen die een dagje naar zee gaan, of naar Frankrijk of naar Oostenrijk. En die zorgen wel voor files, want die hier gaan allemaal in het midden rijden. Het is nu 9:30 en ik ga terug naar huis, dus ik hoop dat het meevalt onderweg. Ik ga proberen vandaag nog een beetje aan de boot te werken. Want er zijn nog altijd een paar kleine dingen die moeten gebeuren, die ik graag snel wil doen. Dus ik ga proberen dat te doen. Maar eerst moet ik een beetje opruimen. De boot is een gigantische puinhoop, maar ik ben aan het opruimen. Ik ben een beetje aan het reorganiseren. Want ik kan buiten onder mijn banken spullen steken, binnen onder de banken. Nu ligt er nog veel materiaal. Boormachine, zaag, dozen van spullen die al lang zijn ingebouwd. Dus dat moet dringend opgeruimd worden. En daar ben ik vandaag mee bezig geweest. Ik ben nog niet helemaal klaar. Ik heb deze week wel nog schapjes gemaakt in mijn kast, zodat ik daar een beetje meer en properder spullen kan wegsteken. Want dat was gewoon een gat. Hier zo de kast. En nu ligt er hier al iets minder rommel in de keuken. En hier valt het ook nog wel mee. Maar het is wel echt vuil. Je moet echt dringend kuisen. En buiten eigenlijk ook. En hier ook nog een beetje rommel. Dat moet ook nog weg. Ik heb wel een week of twee geleden de boot helemaal gekuist met de hoge drukreiniger. Hij ziet er redelijk uit. Alleen een beetje bladeren. Dat is makkelijk weg te doen. Sorry trouwens voor mijn veehals. Dat zijn mijn werkkleren. Die planken en dat zeil, dat is trouwens voorlopig. Dat is gewoon dat er geen water in de achterkant van de boot komt. Maar er komt zo nog een fancy achtertent die je dicht kunt laten als het regent of als de zon te fel schijnt. En die je ook helemaal kunt open doen. Daar heb ik een afspraak voor gemaakt. En dan komen ze binnenkort opmeten, maar dat is even wachten. En dat gaat allemaal niet zo snel. Dus voorlopig moet ik nog even gewoon die planken leggen. Dat is een beetje gedoe, maar we slaan er ons wel doorheen. Ik ben moe. Maar wel echt moe. Ik ben echt stevig. Well, ook, hè? Ik ben ook echt moe. Ik was een beetje vergeten hoe het is om zo onnatuurlijk vroeg op te staan. Ik zal jullie een gratis tip geven. Als je vroeg moet opstaan, moet je vroeg gaan slapen. Dat heb ik niet gedaan. Mijn moeder zegt altijd. Ik zeg altijd Maurice van een kampioen. Hij werd een beetje Maurice nu. Oké dan. Heb jij een tip om vroeg op te staan? Ik ben eigenlijk sowieso een ochtendmens, dus ik heb er geen probleem mee. Echt? Ik moet nooit snoezen, wekker ga af en ik spring uit mijn bed. Zot! Sorry. Nog een tip om vroeg op te staan? Koffie. Niet om vroeg op te staan, maar om de dag door te komen na het vroeg opstaan. Het is koud. Zat er nog iets in? Een beetje. Er zat deze morgen een bericht in het nieuws over Saudi-Arabië. Dat is een land waar niet al te veel mag. Maar blijkbaar is er nu een gast van 14 opgepakt omdat hij de Macarena gedanst heeft op straat en daar een filmpje van op Twitter gezet heeft. En dat mag niet, want dat is oneerbaar gedrag in het openbaar. Nu, blijkbaar is een paar weken geleden ook al een gast opgepakt, een zanger, omdat hij tijdens een optreden een dab gedaan had en de dab is verboden in Saudi-Arabië. Nu kun je zeggen dat ze dat misschien beter op andere plaatsen ook doen, de dab verbieden. Maar echt for real verbieden? Dat je in de bak vliegt als je dab doet? De wereld is compleet zot geworden. Doe toch gewoon een keer je goesting en laat anderen dat ook doen? Ik begrijp sommige landen echt niet. Ik ga daar niet op vakantie. Stel dat je zo in je hotel zit 's ochtends en je bent nog wat moe. Mam, de bak in. Goed zot. Om u even een idee te geven van hoe ik mij nu voel. Ik ben deze morgen rechtstreeks van het werk naar Gent gereden, naar Maarten, een vriend van ons. Maarten die vlak bij ons woont. Was het de eerste keer dat je op een varende boot gekookt hebt? Oh ja, man. Jan, alsjeblieft. Ja. Want hij gaat eind deze maand verhuizen van Gent naar Aalst. Ik snap het ook niet, maar hij gaat het doen.
Maarten, veel geluk daar. En hij heeft ook een eventbedrijf en een soort van foodtruck met cocktails, dus een dranktruck. En hij heeft een magazijn waar al de drank en alles in staat. En alles in zijn magazijn moest verhuisd worden van Gent naar Aalst. Dus hebben Maarten en ik en nog twee vriendinnen van hem de hele dag zitten sleuren om dat in een kamionetje te steken en daaruit te laden. En het is 30 graden vandaag. Maar omdat ik dus rechtstreeks van het werk naar hem ben gereden en er niet bij stilgestaan heb op voorhand, zit ik nog altijd in mijn lange broek. Dus ik zweet mij onnozel. Dus daarom kleed ik me even om. En voor de rest heb ik eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Ah jawel, buiten dat ik een nieuwe microfoon heb gekocht. Deze. En ik heb ook eindelijk geïnvesteerd in een dead cat. Zo'n dode cavia. Maar in het Engels is dat dead cat. Deze. Maar ik ben nu nog een beetje aan het uitzoeken voor optimale instellingen. Want die heb ik nu nog niet gevonden. Er is af en toe nog veel ruis en dat vind ik niet tof. Maar ik wil wel eens een keer die dead cat uittesten. Op een plaats waar het heel hard waait. Dus als je een plaats weet, ergens in België of in de buurt van België, waar het heel hard waait. Niet de kust. Maar ergens anders, dan ga ik die daar een keer uittesten. Dus als je iets weet, laat het zeker weten. En voor de rest, vond je deze video leuk? Geef zeker een duimpje omhoog. Als je nog iets wilt weten, zeggen, vragen, whatever, kan hieronder in de comments. En zondag is er een nieuwe vlog. Tot zondag. Zeg Emma. Dit is Emma Beel. Het is voor u dat ik kom, hè. Ik ga foto's maken van u. Oké. Ja. Staat jij op stelte of zit jij zo groot? Ik heb wel echt bijna halve stelte gedaan. Maar wow. Ja. Het is niet zo gemakkelijk, maar mijn mama zegt altijd wie mooi wil zijn moet leiden, dus bij deze.